Dames en heren, welkom bij de Dutch Vibe Podcast, episode 27. Op je beeldscherm. Hallo, hallo, welkom, welkom, back. Ben Splinter Jackson, je host. En je andere host, Josh Duvoort. En welkom bij de Dutch Vibe Podcast. Hoi. Yes. Ja, lekker man. Of ja, lekker. Laten we het niet over de obvious hebben, maar nee, voor de rest is het eigenlijk alles wel oké. Oké. Ja? Met mij gaat het ook goed. Ja, met mij gaat het goed. Het is eventjes een heel druk weekendje geweest, want ja, we hebben de coronatijd denk ik een soort van overleefd en ja, was er bijna niks aan nieuws. En nu ineens is er zoveel fucking nieuws. Dat je gewoon denkt van, fuck man. Ben ik ineens een fulltime job? Heb ik ineens of zoiets. Mm-hmm. Nieuws, ja. Links, rechts, boven, beneden. Er waren 3 evenementen. Met Nederlands evolved, om het zo te zeggen. Ja, ik zou zeggen, laten we erin duiken direct. Mocht je het niet op de website hebben gelezen, allemaal, maakt het niet uit, want dan ben je hier op de juiste plek, want we gaan het alsnog voor je ass recappen, omdat je te lui was om te lezen. Anyway. Laten we gewoon hier in Nederland beginnen met het Nederlandste van de Nederlandse, en dat is Akira FC. Dat was een Fight Club Den Haag, dat is geweest afgelopen zondag, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Ja, man. Ja, waren heel wat gevechten erop, ook heel veel kickbox gevechten. Alle resultaten kan je gewoon op de website kijken. Staat nu gewoon op de frontpage, staat het gewoon. Wat heb jij allemaal meegekregen ervan en wat is bij jou blijven hangen? Nou moet ik zeggen dat ik niet alles gezien heb. Ik heb Mo, ja, natuurlijk zaten we uit te kijken naar Mo versus Leon. Heeft zich afgespeeld zoals ik me niet had voorgesteld. ik denk niemand dat het zo af zou spelen. Mootje die wint uiteindelijk met een heel hoek. Eerst een dikke leglock, ja? Ja, mooi man. Ik dacht als er een submission zou vallen, dan zou het wel van Janssen's kant zijn. Ja. Maar ja, nee, Mootje ging er vandoor. Dat heb ik dan nog wel gezien. Nou, volgens mij heb jij meer gezien dan ik. Dus ik denk... Ja, klopt. Ja, ik was online en ik zag shout-out naar Jared Sion, Robocop, die op Instagram aan het dingen aan het posten was van de gevechten die daar waren. Dus ik was met hem aan het appen en ik zei, joh, kan je niet even live gaan? Dus die is even live gegaan en heb ik gewoon een paar partijen mee kunnen kijken. Hij heeft ook een paar delen opgestuurd voor me, dus die kan je nu ook gewoon mee bekijken terwijl we erover praten. En Mootje heeft natuurlijk gevochten tegen Leon. Begon staan, leek het alsof Mo meer de upper hand had, was meer aan het swingen. uiteindelijk gingen de heren naar de grond en was het een battle eigenlijk voor, hadden ze beide een been vast en was het beide een battle voor, ja, wie gaat die submission als eerste pakken. En ja, ik denk tot iedereen's verbazing, pakte Mo die submission en heeft die, ja, Leon gesubmit. Ja man, ja, gruwelijk, dat goede overwinning over de solid gas, over een gruwelijke grondvechter ook, dus ja, top man. Ik vraag me af wanneer we hem weer kunnen zien. We weten dat hij tijdens de podcast zei dat hij sowieso graag busy wou blijven en zich echt volledig op de MMA gooide, dus ik kan niet wachten tot we daar meer van horen. Ja, zeker, van beide heren hoor. We hebben ook, ik had ook nog een filmpje doorgestuurd gekregen van Rakisho Durham. Dat is een amateurvechter van Fight IQ. Die gewoon echt
ja, echt het opkomend talent is deze man. Je ziet het zelf ook in de beelden. Die heeft gewoon op een zware TKO. Ik heb het ook doorgestuurd naar jou, had je het gezien? Ja, ik heb die finish gezien. Dat was zo'n brutal ground and pound. Jezus. Ja. Nou ja, dat is ook iemand waar we onze ogen open moeten houden. Want ik denk dat we deze man nog wat vaker zullen zien. Ik wil even erbij zeggen, omdat er zoveel nieuws is, gaan we er wel een beetje soort van snel doorheen. Want we hebben een podcast zo meteen van 3 uur. En dit moet nog geëdit worden en alles. Dus excuseer ons voor het er doorheen gaan. Er was ook Infusion Cage event. Oh nee, wacht, sorry. Voordat we naar Infusion Cage event gaan, ook Fernando Groenhart heeft gevochten bij Akira FC. En die heeft gewonnen op TKO, ook was in de eerste ronde. Die heeft gevochten tegen Light Nahar. Als ik het zo goed uitspreek. Dat zou de tegenstander moeten zijn van Joey Berkenbos. Dat gevecht is niet doorgegaan. Ja, reden is nog even onduidelijk. We hebben daar geen reden of antwoord nog op gekregen waarom dat gevecht gecanceld is. Man, ik heb het wel, ik heb het ook gevraagd, maar ik heb nog even niks gehoord. Dus zodra we daar weten, dan kunnen we ook weten wanneer Berkenbos weer een keer de kooiring instapt. Ja. Nou, dan gaan we naar Infusion Cage Event 3. Er waren 4 pro-MMA gevechten waren erop. Waaronder van Roofless FC, Jeffrey Leenheer. En het is mij eigenlijk nog niet duidelijk. Maar ik weet dat hij heeft gewonnen, maar ik weet nog niet hoe hij heeft gewonnen. Dat weet ik ook niet. Ik weet in ieder geval wel, Jordi Bakkers heeft ook gevochten. Die heeft gewonnen op submission in de tweede ronde, geloof ik. Ik heb de highlights gezien. Ja, die was gewoon te sterk, volgens mij, in elke, of het nou staand was of op de grond. Hij heeft een mooie TKO, of een mooie submission overwinning weten te boeken. Ja, zeker voor wat ik heb gezien online, wat er gepost werd, heeft hij het zeker, is hij lekker weer zijn ding aan het doen. Ik heb ook nog geen antwoord gekregen hoe dat zit met Big Game 4, want die zou ook eigenlijk deze maand zijn, waar Jordi ook op zou vechten. Ook daarmee, zodra we daar weer meer informatie van hebben, laten we het weten. Jarno Ehrens zou daar ook vechten, maar die is nu gesigned. Volgens mij weet ik het wel van Big Game. Volgens mij is Big Game verzet naar volgend jaar. FRFC, dat is ook van diezelfde gasten. Dat is volgens mij volgend weekend. Dat gaat wel door. Maar ik geloof dat ik gezien had dat Big Game verzet was. Ik ga nou gelijk kijken. Ja. Ik heb ook even direct opgezocht van Jeffrey de Leenheer. Die heeft niet gewonnen, die heeft verloren op punten. Oké. Okay. Ja, ik kan het zo niet snel aan de praat vinden. In spanning zitten wachten. Ja, echt hè. Nou ja, sowieso Big Game. Als je daar antwoord hebt, dan gaan we dat sowieso ook op de website posten, want dat is wel iets waar we naar uitkeken. Want er waren 4 Nederlandse vechters die daar zouden vechten, waar we naar uitkeken om te zien wat hun zouden doen. Mm-hmm. Nog meer Nederlanders die in het buitenland hebben gevochten. Gerardo Fanny, die heeft voor de titel gevochten bij Cage Warriors. Ja. Ja, dat is niet gegaan zoals hij wilde. Nee. Dat was een hele snelle finish. Ja, het was redelijk snel. Ja, het was sowieso een snelle finish. Ja, wat moet je dan zeggen? Ik weet niet of Gerardo er helemaal bij was, maar zijn tegenstander was gewoon veel beter. Op de grond, die wist hem op de grond te krijgen, die wist hem te controleren. En uiteindelijk heeft hij die arm triangles ook in te zetten, waar hij al een paar keer volgens mij op het azen was. En het is gewoon zo'n dagje van de ene gast is beter, hè? Ja.
Nou ja, hij was zelf gewoon humble in de feed van wat ik heb gezien op Instagram. En hij heeft iets van, weet je wat, lesson learned. Volgende keer dan ben ik nog gevaarlijker. Ja, sowieso. Ik zag het ook inderdaad. Dus op een gegeven moment, ja jongens, en dan ben ik, ga ik sowieso goud. Hij gaat voor goud. En dat geloof ik ook wel. Ik bedoel, zo hebben we Fanny nooit zien, nooit verslagen zien worden. Weet je wel. Ik bedoel, die gast is, die heeft een racket waar jullie tegen zegt. En is gewoon echt een hele goede vechter. Dus dit is denk ik ook voor hem misschien wel, misschien dat het ook goed is. Weet je. Dat hij nou in één keer, dat hij nou gewoon nog meer motivatie krijgt. En hij heeft natuurlijk de managementbureau achter hem. En ik denk dat hij alleen maar sterker terug gaat komen. Ja, daarom. Dus ogen open voor zijn volgende gevecht. Want er zal een gebrande Fanny Cell daar de kooi instappen. Ja. Hé hey, jongen, ik ben de king of transitions. Over gebrand gesproken. Er was... Er was dan pure gevecht dit weekend waar we ook naar uitkeken. Er zijn heel wat gevechten geweest waar wij echt gewoon... Voor ons was het wel zwullen eigenlijk, van Nederlandse bodem. Eindelijk is het gebeurd. We hebben de fantasy tournament, alles gehad. Costello Castanis versus Fabian Edwards is eindelijk gebeurd. En er is een conclusie. Ja man, ik... Ik moet zeggen dat ik zat te kijken, die partij. En het was heel erg, heel afwachtend, die eerste ronde. Het is echt, hoe erg ze ook elkaar haten. En dat het een grudge match is. Wij hadden ze wel respect voor elkaar. En ze waren elkaar echt wel even uit aan het voelen. Maar het was echt wel een close fight. Ik denk dat de eerste ronde zeker voor Costello was. Al gebeurde er niet heel veel. De tweede ronde, ja, de tweede ronde ook zeker. Die eerste was misschien discutabel, hè? Daar was het misschien degene die het dan zou veranderen. Want de derde die was wel voor Edwards volgens mij, maar Jezus. Ik denk dat ze alle twee ook wel blij zijn dat ze, dat voorbij is gewoon. Misschien voor Edwards, maar... Ja, nou, weet je wat ik denk met dit soort dingen is van... die beef was zo groot. Ik denk niet dat de beef voorbij is hierdoor. Zeker niet door een split decision. Want als er een split decision is, kan de andere kant altijd zeggen: ja, ik vond dat ik het gewonnen had. Ja. Dus ik denk dat hierdoor juist de beef doorgaat. En deze jongens gaan elkaar zeker nog tegenkomen. Dit zijn twee 100%. Toppers in de divisie. Het kan misschien even duren, maar die gaan weer elkaar tegen. Hoe dope zou het zijn, man? Als één van ze die belt wint en dan komt de rematch. Ja, maar daar gaat Bellator ook op inzetten. Want ik bedoel, want dat is ook weer zo'n vraag. Want wat ga je Costello nou geven? Want ga je hem nou gelijk de Salter rematch geven? Je gaat hem niet iemand onder... Ja, je kan hem moeilijk iemand onder Edwards zetten, zeg maar. Een lager gerankt. Niet dat er rankings bestaan bij Bellator, maar... mijn eigen rankings die ik had gemaakt, die heb ik al eventjes niet geüpdate hoor. De laatste toen die had geüpdate was in april, dus zou ik even moeten doen om te zien hoe dat eruit ziet. Maar je hebt sowieso een, in april op mijn ranking was Fabian Edwards was nummer 2. Anatoly Tokov is 1. Je hebt Romero Cotton nog, je hebt Gregory Babin. Austin Vandervoort, Raymond Daniels. En weet je wie ook is in de top 10? Maar Daniels heeft volgens mij... Melvin Manhoef. Ja, maar dat kan niet gebeuren. Ja, als Melvin nu wint, dan schiet hij in mijn ranking schiet hij helemaal omhoog. Want dan is hij op een 3-win streak en dat is in Bellator een zeldzaam iets. Ja, zeker. Maar ik denk dat voor Costello ik weinig anders overblijft als het gewoon die Salter rematch. En ik weet dat hij dat sowieso wil. Ja, want wat blijft er over, Musashi? Ja, dat gaat ook niet gebeuren natuurlijk. Nee, er is nog een lijst hoor. Er is nog een... Er is ook wel zo. Maar ja, maar dat zijn niet de mensen die nu op het moment, zeg maar, die partij verdienen. Want, Costello komt dan wel van zijn Salter los af, maar Salter is sowieso de number one contender. 100%.
Dat durf ik niet zo te zeggen hoor. Want in mijn hoofd maakt Solter niet genoeg geluid. Ja, maar daar gaat het nu. Even kijken wat zijn. Ja, ik ga het ook direct even opzoeken. Ja. Hij is op een 3-5 winstreek nu. Ja. Snap je. Hij heeft nog één keer gevochten na Costello had met de submission gewonnen. Vorige maand. Oh ja, die was ik helemaal vergeten. Ja, we kijken inderdaad zijn resume, weet je. Daarom die gast hier. En volgens mij heeft Scott Coker ook al gezegd dat hij degene zal zijn die of Lima of Musashi zal uitdagen. Zo. Dus, volgens mij is dat ooit al een keer gedropt. En ja, dat snap ik. Maar ja. Dat zou best wel een goede zaak zijn voor Castello misschien. Als ze hem gelijk die eerste shot geven, of het nou Lima of Musashi is, dan blijft er ook weinig over dan een tijdens shot voor Castello. Of voor de verliezer van de belt. Maar dat is heel leuk en aardig. Maar we hebben Musashi dan nog aan de top staan. Ja, alleen dat klopt. Maar dan nog, de Musashi gaat toch omhoog, heeft hij ook gezegd. Luister, ja, maar wie zegt dat hij nu al omhoog gaat? Niet nu, hij gaat eerst Lima gaat hij dan afslaan, weet je wel. En dan denkt hij misschien van, misschien dat ik die John Salter kan wel. En dan denkt hij van, nee, weet je wat, fuck dat, ik ga Ryan Bader uitdagen voor zijn titel. Ja. We weten allemaal, Castello en Musashi zijn fucking dikke maatjes. Dus ik denk dat ook gewoon de pad is wat ze al uitgepland hebben, weet je wel. Want Musashi gunt natuurlijk Castello ook die fucking belt. Ja, tuurlijk. Bellator was met heel veel nieuws gekomen, zoals we de vorige keer ook al hebben aangegeven. Ilias Boulay, die zal ook vechten. Eigenlijk dit weekend bij Bellator donderdag volgens mij 47 bij in Milan, maar dat is verzet, kreeg ik online te zien bij Santiago MMA, dat er ook geen echte reden is geweest of gegeven waarom die verzet is naar Parijs, maar hij gaat nog wel vechten, alleen in Parijs niet. Ja, zelfde tegenstander, zelfde fight, alleen in Parijs. Dus ik weet niet wat daar, wat daar de reden van is. Wel raar, het is 9 dagen verder. Dus kijk, als het nou 3 weken was geweest, dan zou het echt kut zijn. Ja. Met je peak training en dat soort shit. Maar ja, 9 dagen, lekker dichterbij ook nog voor hem. Ja, nou ja. In ieder geval gaat helaas, Parijs wordt wel een dikke kaart, hè. Dat wordt gewoon zwaar Nederland tegen Frankrijk gewoon. Wat net zeggen, want ik bedoel, we hebben Melvin die daar vecht, we hebben Nieuw Ilias die daar vecht, we hebben Brian Hoy die daar zijn debuut gaat maken, dus dat gaat een dikke kaart worden. Mm-hmm. Ja. Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje het nieuws van wat er is gebeurd afgelopen weekend op een rijtje. Voor we natuurlijk naar de interviews gaan we naar onze doosse segment. Natuurlijk. Fight me, fight me, fight me, fight me. Oh my god. 1 oktober. Zijn er 2 Nederlanders die vechten. We hebben Denise Kielholz die de comeback gaat maken en gaat vechten tegen Kay Jackson. Josh, snelle reactie. Snelle reactie, ja. Als ze deze wint, gaat ze voor de titel vechten. Kate Jackson komt net van de title shot af. Is een legit overwinning als ze die pakt, zeker. En volgens mij heeft ze vandaag ergens aangegeven dat er inderdaad een title shot is beloofd als ze deze wint. Yes. Nou, de volgende Nederlander die vecht, dat is de main eventer bij Brave 43 in Bahrein. En dat is de WFL welterweight champion Melvin van Zuidam die op gaat nemen tegen Brave welterweight champion Jara Hussein Al Silawi. En dat is niet voor de titel. Ja, fucking weird.
inderdaad. Van, hè, luister, ja, ik heb de main event tegen de kampioen, maar Belton staat niet aan de lijn. Ja, ik weet niet. Wat gebeurt er als hij daarin gaat en hij neemt gewoon die 30 seconden, maakt hij gewoon die gast af. En dan, ja oké, okay, je hebt geen belt, hij is best wel. Dan is de remix met zijn pointless dan. Ja, dat vind ik ook. Maar sowieso is het wel, kijk, het is wel, wel een dikke partij voor hem. Het is ook wel gewoon een moeilijke partij voor hem. Leuke organisatie, grote organisatie. Dus we weten dat hij ook weer stond te popelen om te knokken. En ik kan ook niet wachten op die partij, want het wordt echt wel een dikke. En volgens mij zouden we dat weer statement gaan maken. Dus. Daar gaan we op wachten dan. 3 oktober gaan we verder met nog meer gevechten. En dat is 2 top evenementen. En 1 is UFC Fight Night op Fight Island. Met niemand anders dan de former featherweight champ Germaine de Randamie. Die op gaat nemen tegen Juliana Peña. Josh. Ja man, ik daar heb ik ook echt zin in, want Germaine die heeft ook echt zin om te knallen, die zit er ook op te wachten. Ik zie op social media, ze is helemaal chill aan het zwembad, om gekke bekken trekken en dat soort dingen. Dus ja, ze heeft er zin in. Ik kan niet wachten. Het is weer een lekker weekend dit, jongen. Ja, dus dit gaat de knaller van de partij worden. Dus ja, net als jou kan ik niet wachten op deze. Aan de andere kant weer, in Europa, in Milaan weer, is Bellator weer bezig met de Euroseries 9e keer. En daarop staat niemand minder dan Nederlandse kickbox legend Robin van Roosmalen, die gaat opnemen tegen Nauset Trujillo, die zijn MMA debuut gaat maken, ook kickbox kampioen. Ja man, ik sowieso zat ik te wachten op Robin's debuut. Het heeft wat langer geduurd. Voor de vorige keer, ja, die weet ik het, was gewoon kut. Hij vecht nu ook op lightweight, dus hij is ook overgewicht omhoog gegaan daarvoor. En ja, die andere gast is ook een kickboxer. Dit gaat gewoon een grote slagpartij worden. Een stand-up slagpartij worden met kleine handjes. Dit gaat echt geen 300 duren. Het is jammer dat dit op de premium staat. Ja, sowieso. Ja. Maar volgens mij kan je de premiums wel bekijken op de Bellator app. Oeh, volgens mij zelfs op YouTube. Ik kon kijken naar Costello op YouTube. Ik niet. Okay, want ik heb wel eens proberen te kijken, die prelims inderdaad proberen te kijken op YouTube, maar dat ging niet, was voor die reguliere restrictie. Maar ik kan me herinneren dat die prelims wel via de Bellator app kon kijken de laatste paar keer voor de prelims. Dan kan je in ieder geval Robin van Roosmalen in actie zien. En niet alleen Robin van Roosmalen. Ik moet mezelf ook corrigeren van wat ik had geschreven in een artikel. Gokhan Sarikam ook gaat nemen tegen Geoffrey Holden. Gokhan Sarikam, die is een Belg, maar ik vind dat hij geadopteerde Nederlander is. Het is een vaste teammate bij Kops, van Musashi, van Costello, van Stefan. Dus deze man die hoort er gewoon bij. Dus ik vind dat hij die mention ook krijgt bij onze website als een van ons. Zo. Wat denk je van zijn partij? Ja, ik zoek weer zoiets. Al deze gasten, dat is met de coronas. We hebben al zo lang geen vechten gezien. Hè? En nu hebben we in wat is het, 2 maanden tijd, jongen, alle Nederlanders gaan in één keer knokken. Weet je wel. Of geadopteerde Nederlanders, zoals jij het zegt. Ja. Dus, ik zit naar alle partijen uit te kijken, man. Dus dat, man. Nou, Gokhan die heeft zijn eerste partij in Bellator en die had hij helaas verloren. Dus die zal nu al gebrand zijn om zijn eerste Bellator-winning te krijgen. Hij vecht ook met een debuterende Geoffrey Holden, die 1-0-0 is. Dat is een Engelsman, dus ja, we weten niet echt wat we van hem kunnen verwachten. Dat was dan Fight Week.
Heb jij Power Rangers gekeken of zo? Anyway, we gaan over naar onze gasten. Als allereerst gaan we praten met niemand anders dan de nieuwe Bellator Lightweight, Brian Hoy. Ik stop deze even. En dan... Dames en heren, welkom weer op de podcast. En ook weer welkom aan de terugkomende gast, Brian Hoy. Yo, what's Hoe up, gaat het met jou? Ja, gaat zijn gangetje, man. Dus laatste week van nog hard trainen. En dan is het vechtweek, man. Dan gaan we naar Parijs vliegen. En de laatste media obligations doen. Gewicht halen. Nou, nog gewoon slopen, man. Yes. Dus, want ja, dit zijn nu eigenlijk... De laatste keer toen we hebben gesproken tot nu toe... zijn er echt grote ontwikkelingen hebben zich plaatsgevonden. Je bent nu dus gesigned door Bellator. Ja, man. Hoe voelt dat? Ja. Weet je, in mijn hoofd... Ik wist sowieso dat ik gesigned zou worden. Of door Bellator of door UFC, wat dan ook, weet je wel. Dus... Kijk, iedereen kan zeggen wat hij wil, maar iedereen die begint aan MMA, die heeft gewoon een van die twee in zijn hoofd. Dus, weet je, just put it out there, weet je wel. Dus, ja, nu zijn we binnen en nu gaan we gewoon even een statement maken op 10 oktober. Dus, ja man, het voelt goed, weet je. Want hoe is dat dan tot stand gekomen? Via mijn manager, man. Mijn manager heeft alles gefixt, dus... Ik heb mijn vorige partij, mijn laatste partij had ik toen gewonnen, van die Engelse gozer. Mm-hmm. En ja, weet je, kijk, het leeft... Als je, laat me zo zeggen, als je gaat vechten, dan kan je het beste gewoon in de UK vechten. Want in de UK leeft heel die scene, die leeft gewoon, weet je. Ierland, Schotland, Wales, dat soort landen en zo. En als je daar gewoon een goede partij neerzet, het gaat veel sneller rond, het gaat veel sneller viral. In die MMA community daar. MMA community is sowieso klein, maar daar is hij groter, weet je. Of ja, het gaat sneller rond. Dus dan komt het ook bij de juiste mensen gewoon terecht. Dus ja, man. Als ik me goed herinner, ook Costello, die heeft daar ook heel vaak gevochten. Stefan, die had ook heel vaak daar gevochten. Dat zijn allemaal jongens die... Ja, nu zie ik waarom. Ja, man, nu zie ik waarom, man. Dus ja, voor mij heb het ook gewoon voordelig uitgepakt. Dus dat is chill, man. Ja, want je was met je vorige partij, toen was je ook gewoon alleen met je broertje gegaan, hè? Zag ik in die vlog van je. Ja man, twee man, het is gewoon duo. Mijn lille bro, dus ja man. En ze zeggen altijd dit, dat, van ja, je moet zus en zo, weet je wel. Maar het gaat uiteindelijk om de vechter. En de vechter moet met iemand gaan met wie die gewoon chill, comfortabel voelt. En hij is met twee man, dus ja. Ik ga gewoon met mijn lille bro, weet je. Dus gewoon pull up, maakt niet uit waar. En is dat ook voor dit gevecht bij Bellator? Gaan jullie ook gewoon weer met z'n tweeën? Precies hetzelfde. We gaan niks veranderen aan die formule. Dus, ja, man. Zeker. Maar had je wel verwacht dat nu, want jij toch van alles is zo'n lange tijd gestopt. Bellator zelf ook. Had je verwacht, dus sowieso wisten wij ook, het is gewoon nu wachten totdat jij gewoon door een grote promotie getekend wordt. Had je verwacht dat het zo midden in deze pandemic gebeuren zou gebeuren? Ik was zelf bezig om tegen die pandemic te vechten, man. Dus, ja, man. Ja, ik ga niet eens over die pandemic shit beginnen, man. Maar, ja, ik was bezig daarmee. En, I don't know, de MMA gods die kwamen in één keer met heel die gebeuren en zo. In één keer met Bellator kwamen ze aanzetten. Dus, want ik zou eerst 17 oktober zou ik ergens anders gaan vechten. Ik zou... Welterweight vechten op 77 ben ik nog steeds van plan. Gewoon per direct hierna. Tenzij Bellator met dikke bag money komt of zo, weet je. Dan wil ik nog wel één keer naar 70 gaan. Daarom is het nu ook catchweight. Het is nu 71,5. Weet je, want ik groei die gewichtsklasse gewoon uit, weet je. Maar ja. Dus ik zou eerst 17 oktober dus voorbereiden voor een welterweight partij. Tegen zo'n undefeated Canadees of zo. Maar... Ja, en dan belt Bellator, ja. Well, yeah, wat ga je dan doen, weet je? Dan kan je kiezen of je gaat naar Bellator of je gaat... Dat was gewoon de keuze, gewoon, weet je. Dus, dat was de optie.
En, maar ja, ze kwamen dus... Ik zei dus van, ja, ik wil wel op 77. Maar ze hadden geen partij op 77. Dus ze zeiden van, ja, we hebben meer aanbod in meer 70-klasse. Dus we winnen eerst deze partij. En dan kunnen we daarna altijd kijken voor welterweight enzovoort. Dus ja, 71,5 nu. En even weer kip en sla. Lekker. Ja. Dus, ja, want je vorige partij, toen vocht je op super lightweight, toch? Als ik me goed kan... Ja, dat was 75. En ik had toen al destijds moeite om 75 te halen. Dus, mm-hmm. Maar ja man, nu 71 gehad, dus ja, super leuk, moet wel lukken. Dus, ja, ja, zit je op schema? Ja, alles staat gewoon op schema. Dus mijn gewicht is wel precies waar het hoort te zijn, maar ja... Ik vind het gewoon chiller gewoon sowieso om welterweight te vechten. Dan kan je gewoon meer eten. Dus gewoon nog meer energie in je trainingen gewoon steken. Ja, weet je. Dus gewoon meer benzine in je tank, weet je. Ja, snap ik. Dus die tank staat leeg nu. Die tank staat de hele dag leeg nu. Ja, man. Hoe zit het met je contract? Is het een one fight deal of heb je meerdere partijen getekend? Ik weet het allemaal niet. Mijn manager had het allemaal geregeld. Dus weet je, hij stuurt me gewoon die emoticons gewoon met dikke bag of money, weet je wel. Dan wist ik genoeg. Toch? Ja, als je dat soort dingen naar me stuurt, dan luister ik wel. Je toch? Ja, precies. Ja. Snap ik. Nee, ik ben sowieso gewoon van plan eerst deze partij gewoon te slopen. En ja, wat daarna komt, dat komt daarna, weet je. Daarvoor heb ik een manager, dus mm-hmm. alleen maar te focussen op het trainen nu en vechten. En ja, nog media obligations en het gewicht. That's it, man. Yeah. Ja. Nou, je staat tegenover Davy Gaillon, volgens mij, als ik het goed uitspreek. Heb je al een beetje research gedaan naar de kerel? Eens wat ik zag, is iemand zei tegen mij, die man lijkt op Arjen Robben, weet je. Dus... Nu heb ik iedere keer in mijn hoofd dat ik gewoon tegen Arjen Robben of zo ga vechten, weet je. Dus, ik ging die poster kijken. Ik check die poster en ik denk van, hey, die guy lijkt wel op Arjen Robben, man. Ik hoop niet dat hij zo blessuregevoelig is als hij, weet je. Inderdaad. Dat is het enige. Maar nee, ik had al die laatste partij van hem gezien met die Rolling Thunder Kick. Dus mm-hmm. ik daag hem ook bij deze uit om dat bij mij te proberen. Maar we zien hoe dat gaat eindigen. Ross Pearson, geloof ik, ja. Ja, tegen Ross Pearson, ja. Dus ja, UFC-veteraan. Jammer dat hij zo neergegaan is. Maar ja, dat is de game, weet je wel. Ja, maar ja, nogmaals, ik wil hem uitdagen. Probeer die shit bij mij, weet je. Gaan we kijken wat er gebeurt. Let's go. Ja, qua record zitten jullie zeg maar, ongeveer hetzelfde. Die gast heeft ook redelijk veel ervaring net als jij. Ja, hij is natuurlijk Fransman. Hij gaat als favoriet gezien worden daar, sowieso. Doet dat iets met jou? Krijg je dat mee? Of heb je gewoon zoiets van, luister, ik kom daar mijn ding doen? En... De favoriet is... Geef me een website waar ik geld kan zetten en dan gaan we zien... Hoe confident ik daarin ben, weet je. Dus als je een website weet waar je geld kan gooien. Unibet. Ja, stuur maar door. Dan ga ik gewoon geld op mezelf zetten. Dus ja, let's go. Ja, cool. Nice. Ja. Ja, tof. Het is sowieso een historische kaart. Het is de eerste grote organisatie ooit. En we gaan geschiedenis maken, man. We gaan geschiedenis maken. De eerste keer in Frankrijk ever gewoon. Dus dat is wel echt dik wel, man. Ga gewoon de geschiedenisboeken in voor die alleen al. Dus ja, geeft dat toch wel een beetje een speciaal gevoel dat je part of history dadelijk, zeg maar. Nee, maar het klinkt gewoon leuk. Dus, ja. Klinkt gewoon leuk. Weet je. It's part of the story, weet je wel. Dus het klinkt gewoon leuk, maar het doet mij niet extra mee. Weet je ook al waar je op de kaart vecht als je prelim of main kaart bent? Ik zit een beetje ergens in het midden. Ze zijn nog steeds aan het schuiven, dus partijen erbij en eraf plakken. Misschien zetten ze me net aan prelim, begin main kaart. Of, ja, ik heb geen idee. Ik zie het. Nou, als ik het goed begrepen heb, is Ilias ook verschoven naar jullie kaart nu. Ja, ik zag het net voorbij komen inderdaad. Dus cool.
Weet je niet of vanuit Spike is er wel gezegd dat ze alles, alle Nederlanders live uit zouden zenden. Dus ik hoop... Spike, ja. De laatste keer dat ze dat zei, dat ze mij niet uitgezonden toen. Dus ik vertrouw niet wat Spike zegt. Dus, nee, ja, nu moeten ze wel. Nu moeten ze zeker. Ja, man. We weten dat sowieso Stefan Lems, dat is ook een van je trainers bij Rootless FC ook. Ja. Hij is ook een cutman bij Bellator. Weet je ook als hij jouw cutman wordt, of kan je dat aanvragen? Ja, ik kan dat gewoon aanvragen. Dus ja. Even kijken hoe dat in zijn werking gaat. En ja, weet je, als hij het kan doen, ja, tof, leuk, weet je. En zo niet, dan moet iemand anders zitten, ja. Het ook zelf. Ja. Maar weet je, als hij zelf wel aanwezig is daar, dan... Ja, hij is gewoon aanwezig. Hij is nu, als het goed is hij nu in Milaan. Ja. En ja, een van die dagen gaat hij ook naar Parijs toe vliegen. Dus kom ik hem daar ook wel even tegen. Ja, ja, toch. Dat is mooi. Van een thuisgevoel toch direct. Ja. Ja, dat is gewoon cool. Zo chill als hij daar erbij is, toch. Dus, ja, en weet je ook... family, dus... Weet je ook hoe het daar zo zit als ze net als de UFC zijn qua quarantine en testen en dat soort dingen? ik weet niet als ik denk, ja, doen. Ik weet het niet, weet je. De regels veranderen dag op dag, weet je. Dus ik denk dat ze eerder bang zijn voor wij als Nederlanders die daarin gaan dan... Mm-hmm. De Fransen hier naartoe, dat denk ik. Het is sowieso dom dat mensen bang zijn voor die shit, maar oké. Maar ja, we gaan het zien. Ik moet waarschijnlijk met die hele circus mee gaan spelen. Mondkapjes op, weging, weet ik het allemaal. Staat ook contractueel ook vast, dus ik kan er niet onderuit komen. Maar ja, ik verzin wel wat. Maar... ik heb geen idee. Ja, de regels veranderen dag op dag. Ik krijg het van mijn manager te horen. Als hij in één keer zegt van ja, je moet een clownneus op of wat dan ook. Ja, dan hoor ik dat van hem, weet je. Dus, en zo niet, dan niet. Dus ja, moet het allemaal maar even... Met dit moeten we gewoon maar even kijken hoe en wat. Maar misschien moeten we inderdaad ook één dag in quarantaine in het hotel zitten. Ja, ik heb wedstrijd gehad dat ze ons in een heel ten gooien. Nou, dan is het niet zo erg om één dag in die hotelkamer te blijven. Dus volgens mij gaan ze ons in die Accor hotel zetten. Dus, die Accor Arena is sick. Die Accor Arena is sick, weet je. Die is wel tof. Dus ik hoop ook dat er ook fans naar binnen mogen. En het niet zo'n sparsessie gala wordt of zo, weet je wel. Zonder geluid, ja, zonder audience en zo. Mogen er een aantal mensen, mogen volgens mij naar binnen, een beperkt aantal mensen met... twee of drie seats tussen of zoiets. Maar ja, ik weet niet als het in Parijs ook allemaal verandert, net als het in Nederland allemaal aan het veranderen is, continu. Je staat, je moet gewoon vol zitten, man. Ik bereid mezelf mentaal daarvoor. Dat gewoon heel die stadion gewoon van puntje tot puntje vol zit. Gewoon. Zo bereid ik mij voor. Ja. Ja, en wanneer vertrek je dan daar naartoe? Ik ga 5 oktober ga ik vliegen, dus aanstaande maandag. Ja. Oké, dus dat heb je een weekje. Ja, ja, we blijven, als het goed is, gewoon een week daar zo. Dus gaan we even Parijs onveilig maken. Ja, weet ik, ik zag ook op je Instagram, volgens mij zie ik het nu ook. Je hebt het daar toegezet? MMA. Het ligt eraan vanaf welke camera je kijkt. Sommige mensen denken legit dat er staat AMM. Is dat echt MMA? Is dat echt MMA? iedereen heeft een telefoon. Iedereen weet toch dat je soms een spiegelcamera hebt, weet je. Mensen gaan me gewoon echt legit ook gewoon vragen van waar staat AMM voor? Van boy, is spiegelcamera, man. Doe normaal. Is wel dedication nou, man. Ja, tuurlijk. Yeah. Maar hoe zou die tattoo dan? Het is heel simpel. Deze drie letters betekenen gewoon alles voor mij, weet je. Dus, Dus er zit niet echt een hele diepe story of zo achter, weet je. Dus deze drie letters ben ik gewoon. Dus ja, het heeft me alles gegeven. Dus. Ja, past zeker bij, man. Wij kunnen niet wachten, man, op die partij. We hebben er echt zin in. Heb je nog een message of een pluk of zo? Wat kunnen we je volgen? Wat kunnen we doen? Ja, ik kan me gewoon volgen op Ryan Hoy.
gewoon voor en achternaam, Insta, Facebook, YouTube. Ja, die drie eigenlijk. Ja. En ja, verder voor de partij, ja, ik heb gewoon heel veel zin erin. Ik ben heel hongerig, heel prikkelig. Maar dat komt door de weight cut, maar dit, we halen het gewicht sowieso smooth. En eerst deze partij knallen en daarna gaan we lekker naar 77 kilo. Tenzij Bellet met die bag of money komt, dan, dan doen we het wel nog een keer. Dan gaan we wel, gaan we wel naar 70 kilo. Dus ja, maar we gaan op goud jagen. Ja. Gaan we dit jaar nog even goed afsluiten. Train nu ook uit mijn eigen team, Hoi MMA. Onder mijn eigen team ben ik tot nu toe undefeated. Dus we gaan die lijn voortzetten. Dus ja, man. Nice. 10 oktober, ja, mensen. Yes. Succes, man. Thanks voor de tijd weer. Yes, no span. Yo, man. Later. Yes. Later. Dankjewel, Brian Hoy, voor je tijd. Voor het interview. Je zit volop natuurlijk in zo'n weight cut en zo'n fight modus. Zoals je hebt gezien. Wat springt bij jou eruit uit het interview? Ja, man. Zoals altijd, serieus gefocuste kerel. En ik verwacht vuurwerk in deze partij. Ik denk dat hij echt een statement gaat maken, zodat dat de ogen op hem gericht worden daar in Bellator. En ik denk dat dat ook echt wel een goede organisatie gaat zijn voor hem. Ja, zeker. Ik ben gewoon super blij dat deze man eindelijk op een grotere podium staat. Hopen dat Spike het nu wel uitzendt. Anders is hij echt helemaal klaar met Spike. Oh ja, dan is het helemaal klaar. Dan is het een boycott Spike ding wordt het dan. Nee, maar die zullen waarschijnlijk ook daar aanwezig zijn. Dus dan krijgt hij de spotlight die hij hoort te krijgen. Hij is, zoals ik het hoor, is die man gewoon gefocust. Ik vind deze man gewoon gangster dat hij gewoon met zijn broertje gaat naar daar en dat zit. Ja, ik weet niet zeker. Ja, weet je, de volgende partij werkt het goed. Dus ik weet niet of dat een goede zet is of niet. Ja, hey, zolang het werkt, werkt het. Nee, dat is ook zeker waar. Alleen, ik denk dat je van meer een team om je heen, zeg maar. Dat is meer input, lijkt me. Maar, ja. Maar ik denk dat alle input bij hem ook gewoon gebeurt in de trainingskamp. Ja, dat is ook wel. Want dat bespreken we ook met de volgende gast. Oh, Seth, mijn king. Oh, Bastiaan de Hoge. En dat is de trainingspartner ook van Brian Hoy. En dat is ook een amateur MMA-vechter. Die vocht op lightweight, die gaat nu naar welterweight. Hij zou eigenlijk gaan knallen. Maar helaas, door redenen wat je gaat horen zo meteen, of wat je nu gaat horen, is dat niet doorgegaan. Dus ja, check out die interview. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom again bij de podcast. En ook welkom aan een nieuwe gast, Bastiaan de Hoge. Het is een welterweet, een amateur welterweet. En die zou eigenlijk dit weekend gaan vechten. Maar daar gaan we het allemaal over hebben. Voordat we daarbij komen, willen we eerst eventjes dat je jezelf gewoon even voorstelt aan de kijkers, zodat iedereen weet wie je bent. Ik ben Bastiaan Doger. Ja, ik ben MMA-vechter. Ik ben volledig met sport bezig. Ik geef zelf ook conditielessen. Train volop. Ja, nu met mijn blessure, maar daar komen we later op terug. Helaas niet. Ik ben 20 jaar, young en ready to slay. Dus, simpel. Dope. En wat doe je allemaal naast het sporten? Ik ben fulltime met het sport bezig, of het nou lesgeven is, of het nou trainen is, of analyseren. Ik heb een risico genomen om er volop in bezig te zijn, nu ik nog jong ben. En ik weet zeker dat het risico, it will pay off. Dus. Ja, want je zegt dan, je neemt het risico om hier echt volledig in te gaan. Maar hoe is het vechtsport op je pad gekomen? Hoe is die passie ontstaan? Ik denk sowieso door mijn pa. Mijn pa heeft zelf ook sinds 8e tot en met zijn begin 20 gekickboxd, geboxt, ook een paar partijtjes gedraaid.
zijn vader heeft ook weer gebokst, dus het zit wel een beetje in de familie, zeg maar. En het begon toen ik eens een keer op straat een gevecht had en ik had hem tegen de muur. En ik wilde niet uithalen. Ik denk, ja, weet je, ik hou hem gewoon vast. En ik laat los en ik krijg opeens een pomp op mijn melk. Dus ik denk, oh, ik dacht dat het klaar was. Ik heb je daar vastgehouden en nee, weet je. En daarna zijn een paar luisteren, kom, ik ga je petsen, je gaat wat leren. Ja, zo ben ik een beetje gestroomd. Dus ja, man. En waarom ben je eerst begonnen? Ik ben op mijn 15e bij een klein sportschooltje begonnen. Meer een conditiesportschooltje bij Quality Health Club. Het zit ook in mijn straat in de buurt. Ja, dan gaven ze kickboksen, maar het was meer zaktraining, weet je. Dus ik dacht, ja, ik wil toch wel echt vechten. Toen hoorde ik MMA voorbij komen. En toen I was hooked. Gelijk, bam, gelijk gegaan. Met een beetje tegenzin van mijn ouders. Maar mijn pa vond het wel dope. Maar ja, man, toen ben ik de eerste les bij Stefan terechtgekomen. En ja, nog steeds. Hetzelfde gym. Dat is dope, man. En wat was hetgene van MMA wat je dan zo aantrok? Keek je al de UFC of zoiets? Of was het totaal nieuw toen je het hoorde? Nee, toen ik het hoorde was het voor het eerst. Ik heb nog nooit van UFC of dergelijke gehoord, man. Heel vroeg heb ik wel af en toe, toen ik wat tussen de 12 à 14 zo was, hoorde ik af en toe wel wat voorbij komen. En ik denk, ja, vast wel zo'n net worstel ding, weet je. En zeg maar, de eerste keer hoorde ik toen op die kickboksportschool. En ik denk, ja, wat is dat, weet je. Ik ging kijken, ik ging zoeken. En ik zag dat je veel vrijer was. En ik voelde me altijd gelimiteerd in het kickboksen, weet je. Dus ik denk, ja, fuck it, weet je. Ik doop gewoon alles erop, alles eraan. Ik vond het geweldig, dus. Ja, nice, man. Je vorige fight was geloof ik bij Atlas tegen Samuel Hofsepan. Ik was daarbij. Ja. Ik was sowieso stand-up. Ik kon wel zien dat je daar al wat jaartjes mee bezig bent, inderdaad. Heel goed je reach gebruiken. Dat is ook een lange kerel. Maar die partij, het was een dikke partij. Uiteindelijk heb je de decision verloren. Hoe kijk je zelf terug op die partij? Sowieso vond ik het heel leerzaam. Ten eerste omdat ik een paar bewegingen merkte dat ik niet lekker uitkwam. Ook al heb ik mijn distance managing, heb ik daar toch aanpassingen in gemaakt. En ik voelde daar echt enorme groei in. Sowieso naar elke partij gooien als vechter. Enorm, vind ik. En het was ook chill omdat ik heel veel contact nog met Samuel heb gehouden. Tot de dag van vandaag. We praten nog heel veel over hoe en wat. En we hebben elkaar ook geholpen in wat goed ging, wat fout ging. En ja, zeker in de amateurfase. Maar later ook vind ik dat belangrijk. Dat je van elkaar kan leren, weet je. Kijk, het is een fight, maar uiteindelijk wil je elkaar ook beter maken. Tenminste, jezelf beter maken, maar als je elkaar kan helpen daarin, waarom niet? Weet je? Ja, dat is een hele frisse kijk inderdaad erop. En inderdaad, ik ben het daarmee eens. Het is echt wel slim om inderdaad van elkaar te leren. Maar die spreek je nog regelmatig. Ga je ook wel eens trainen daar bij Sportvision? Het was wel het plan, man. Alleen toen kwam mijn knie. En ik had ook met Samuel afgesproken om af en toe samen te trainen. Alleen toen had hij weer een blessure met zijn rug, geloof ik. En ik had toen weer druk met andere dingen. En hij met school. Dus ja, het kwam er niet helemaal van. Maar het was zeker op de planning, man. Zeker weten. Ja, wel tof dat jullie zo nog inderdaad gewoon contact houden, man. Dus, je zou eigenlijk dit weekend dus tegen Nicky Ritveld staan. Wij zaten wel naar uit te kijken naar die partij. Ja, ik ook, man. Ik ook, man. Ik had echt zin. Ja, het was trouwens volgende week, man. Het was, Volgende week, ja. Ja, volgende week. Ze hebben zoveel events na de laatste tijd, man. Dan af en toe lopen. Ja, ze stromen door, man. Zo, iedereen begint te spreken. Ja, nee. Ja, dus ik had echt veel zin in de partij, man. Zeker weten. Wat wist je eigenlijk van Ritveld? Ja, niet veel. Ik zag een partij staan van 2 jaar terug. Ja, daar heb je niet heel veel aan. Ja, in 2 jaar kan je zoveel veranderen. Dat is zeker in de beginfase als je amateur vechten. Dus ja, daar kan je moeilijk mee wat mee doen. Plus, ik hou sowieso niet heel erg van analyseren van mijn tegenstander. Ik doe gewoon mijn ding. En ja, zo simpel probeer ik het gewoon te maken. Want als ik naar anderen ga kijken, weet ik van mezelf. Dan ga ik rekening houden met dingen. Terwijl ik denk van luister, ik moet mijn partij vechten, niet zijn partij. Dus. Slim. Het is goed om ze dingen te weten, maar niet om helemaal te kijken, vind ik. Ja. Nou, kijk, je hebt het net al aangehaald, je bent geblesseerd. Is dat tijdens de voorbereidingen gebeurd? Ja, met sparren, man. Ik kreeg een takedown en ik sprawlde hem. En normaal is dat geen probleem, alleen ik sprawlde hem tegen de muur.
Dus mijn voet ging daarin en mijn knie ging daarin. Oh. En ik hoor letterlijk... En ik denk, oh, dat is niet goed, man. Ik begon gelijk even te schreeuwen. Ik denk, weet je... Nee, dat was... ik had nog hoop dat het overstrekt was, maar... Nee, MRI liet zien dat het wel aardig heftig was. Voorste kruisband afgescheurd. Meniscus deels gescheurd. Kraakbeen kapot. Ja, het is echt... Goh, je dacht van laat ik het gelijk goed doen, zeg maar. Ja, dat is dat weer. En wat voor uitzicht geeft jou dat? Hoe lang is dat de revalidatie? Ik neem aan dat je daar best wel wat maanden stil mag blijven zitten. Ja, dat gaat wel even duren, man. Ik heb de eerste afspraak met de orthopeed op 6 oktober. Ja, 6 oktober. En vanaf daar wordt verder kijken, man, hoe de operatie gaat. Nu met corona gaat het misschien nog wat langer duren. Dat hoop ik niet. Voordat ik überhaupt de operatie kan krijgen. En ja, sowieso 3 maanden ongeveer revalideren. Überhaupt, gewoon voor mijn been. Het lopen, ja. Het gewicht weer normaal afdelen. Want ik gebruik nu alleen mijn linkerbeen. Ja, die mag dan wel heel groot of sterk worden. Maar ja, die andere moet ik ook gebruiken. En ja, verder hoop ik dan zo snel mogelijk te kunnen beginnen met boksen. Teamgenoot van mij, Brian Hooy, hij moet binnenkort ook vechten. Die, we hebben net gesproken. Oh, serieus? Yeah. Ja. Dope, dope. Maar die had precies hetzelfde na zijn partij in Brief. Tegen Elderhof. Hij had precies dezelfde blessures gekregen. Ook zijn rechterknie. Misschien een roedless dingetje, ik weet het niet. Maar... Jullie sprongen heel hard. Snap je. Maar ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde wordt als bij hem, man. Gewoon beginnen met boksen. Hopelijk bokspartijen draaien als dat uitkomt. En... ja, mijn handen in de volgende en mijn partij dan maar extra laten zien door middel van boksen. Ja. Opbouwen. Maar ik ga zeker niet stilstaan, dat niet. Ik ben donker. Je bent ook niet zo van, luister, weet je wel, misschien kappen gewoon niet doen. Je wil gewoon wel weer die rinkel in, toch? Ja, sowieso. Sowieso. Ja, dus, ik ben er te diep in gegaan om er nu uit te gaan, hoor. Het is mijn leven. Precies. Dus, ja, man. Ja, dus dan is het ook heel moeilijk om een tijdstip vast te stellen wanneer je eigenlijk liefst weer zou willen competen dan. Ja, ik hoop gewoon zo snel mogelijk en ik ga gewoon zorgen dat mijn herstel zo goed mogelijk is. Weet je, ik ben nog jong, ik eet goed, ik probeer alles bij te houden. Dus daar zal het niet aan liggen. Ik moet gewoon geduld hebben en dat is voor mij ook wel een dingetje af en toe. Dus ik kan mijn energie niet meer kwijt, dus dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ja, je geeft het net zelf aan, je teamgenoot Brian Hooy, we spraken hem net ook. Die gaat nu in Bellator vechten. Klopt. Wat vind je daarvan? Ik vind het fucking dope. Echt, ik vind het wel... weet je, zeker omdat hij... het geeft mij ook wel meer motivatie. Eén, gewoon om mijn teamgenoot in zo'n organisatie te zien. Maar daarnaast omdat hij ook net op zelf blessure vandaan is gekomen. Dus... Weet je, dat geeft mij ook motivatie dat ik ook weer gewoon door kan stromen, weet je. En gewoon na deze blessure door te kunnen gaan. Ik heb ook veel met hem getraind in zijn voorbereiding, voordat het met mij gebeurde. Heel veel gedrilld, 1-op-1, weet je. Dus ik weet zeker dat hij ook ready voor is. Hij is monster. Monster. Mooie zaak. Ja, we weten sowieso bij Ruthless zijn er ook allemaal killers. Je hebt ook Jamil die daar rondloopt. Maar je hebt ook, want je partij is nu dus door je blessure afgezegd tegen Rietveld. Maar je teamgenoot, ook weer een andere teamgenoot, die gaat het nu dus tegen Rietveld opnemen. Ja. Je hebt zijn Instagram doorgestuurd, hij heeft 0 posts. Wat kan je vertellen over hem? Ja, Shaq, Shaquinha, hele sterke gozer. Echt. Het verbaast mij tot hij zoveel kracht uit 77 haalt. Maar ja, echt topgozer, heel oplettend, is heel onverwacht. Ja, echt ook een hele goede trainingspartner, dus ik heb een goed vooruitzicht daarin. Dus dat komt wel goed. Oké, dope, man. Nou, hou ons op de hoogte met wat er met je gebeurt. Want kijk, voor de mensen die je naar luisteren of kijken, je kan Bastiaans gevecht zien bij ons op Dutch Fight Network. Het staat erop tegen, samen wel bij Atlas en Mama 6. Dikke partij, dus neem vooral even je tijd om die te gaan kijken. Heb je plugs? Waar kunnen we je volgen? Waar kunnen we je progressie zien? Sowieso... Mijn Instagram, Bastiaan de Hoge. Dat sowieso. Daar komt het meest erin voor. En ik
was ook van plan om actief te worden op YouTube. Ik wil waarschijnlijk ook mijn herstel van mijn knie op YouTube te posten. Stel mensen hebben zelf blessures, dan kunnen ze dat ook volgen, kunnen ze het bijhouden. Dat geeft, weet je, nu is het ook van, ik moet iedereen gaan vragen hoe en wat. En ja, als het online staat, dan kunnen anderen ook minder chaos gewoon zien van, hé, zo kan het ook, weet je. Zo kan ik herstellen, zo kan ik revalideren. Dus ja, dat vooral. Verder niet echt qua social media. Ik hou het, zoals ik al voor de podcast tegen je zei, ik ben niet zo van de gekke bellen, apps en dit en dat. Dus. Gewoon lekker simpel. Laat weten als je een YouTube-channel hebt gemaakt, want dan gaan wij het ook lekker voor je pushen, want dat vind ik inderdaad een goed idee. Ik heb er al sowieso een, alleen ik heb het niet echt veel gebruikt. Er staan een paar video's op van mijn partijen en compilaties, een paar drills, maar dat is het. Ook gewoon Bastiaan de Hoge, dus lekker simpel. Nogmaals. Share de link, we delen het, sowieso. Much love, much love. Is goed, man. Dankjewel voor je tijd. Heren, dank jullie wel. Ja, fijne avond. Man. Later. Dankjewel, Bastiaan de Hoge, voor je tijd. Ja, echt gewoon zeer kut dat deze man geblesseerd geraakt is. Het is een dikke partij wat het zal zijn tegen Rietveld. Gelukkig gaat Rietveld nog wel vechten. Jammer van Bastiaan, zoals we net ook al aangaven. Als je zijn gevecht wil zien, kan je die bekijken op Dutch Fight Network. Waarbij Atlas MMA 6 hebben gefilmd. En het staat allemaal gewoon bij ons op de channel waar je nu kijkt. Als het goed is. Als je kijkt. Als het goed is. Wat vond jij van het gesprek? Ja, voor 20 jaar is het wel een redelijk serieuze jongen. Snap het, inderdaad fokt op zo'n, en misschien is het een ruthless curse of zo, dezelfde blessures oplopen. Maar ja, het is een fikse blessure. Ik hoop dat het snel en goed gaat revalideren voor hem. En ik hoop hem ook snel weer terug te zien. Want volgens mij kan hij zelf ook niet wachten om weer te presteren. Nee, klopt. Het is een 3 maanden revalidatie, zoals hij zei. Maar ja, eerst moet de operatie gebeuren. En dan hopelijk is hij begin, als dat gauw kan gebeuren, is hij begin 2021 weer te zien. Bam. Dames en heren, dankjewel voor het kijken of luisteren naar de podcast. Dit was weer episode 27. Ik wil bedanken Brian Hooy voor het langskomen. Ik wil bedanken Bastiaan de Hoge voor langskomen. En hou ons heel scherp in de gaten. Misschien zijn we deze week nog weer terug. Vergeet ons niet te liken en subscriben. Alle socials, Twitter, Insta, Facebook, Dutch Fight Network en dutchfightnetwork.nl. Check it. En check ons ook op Spotify. Oh, wacht eens even. Helemaal vergeten. Daar zijn we niet alleen te kijken. Je kan al onze podcasts kan op elk podcastplatform beluisteren. Zodat je ons gezicht niet hoeft te zien. Dat kan op Apple Podcasts. Dat kan op Spotify. Het kan zelfs op Google Podcasts. So check it out. Oh my god. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Dankjewel, Jos. Die komt er sowieso in.